Collega's, hartelijk welkom. En hartelijk welkom en dank moet ik zeggen voor de tijd die u al hier heeft doorgebracht. In ieder geval moet ik mijn verontschuldiging maken, want in mijn agenda stond 9:30 begintijd. Beetje stom. Het kan gebeuren, maar wie gebeurt het? Maar daar ga ik nu snel overheen, want de schaamte is groot en het onderwerp is veel te belangrijk. En dat is de geschillenregeling. Daar beginnen we mee. Er staan nog een aantal andere onderwerpen deze ochtend achter die ermee te maken hebben. Maar de geschillenregeling zelf is natuurlijk gewoon de hoofdmoot. Dus ook het meest verstandig om daar mee te starten. Ik wil kort een introductie geven over de procedurele kant van de zaak. Er ligt, zoals u weet, van de zijde van de regering, van het Koninkrijksregering, een voorstel. En dat zal de normale procedurele route behandelen. Zoals we ook alle weten, is er een tegenwetsvoorstel van de zijde van de regeringen. En daarmee samenhangend de staten van Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Ik denk dat het een unicum is in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, of de koninkrijksparlementaire geschiedenis. En de vraag is natuurlijk hoe daarmee om te gaan. Dat zal werkende wijs blijken. We hebben wel op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn. En de mogelijkheden zijn natuurlijk op het voorstel wat van de Rijksministerraad komt. Internetconsultatie, zienswijze en amendering. De gangbare route, zoals we die ook komende week bij andere rijkswetten aan de orde zullen hebben. En die amendering die kan verstrekkend zijn. De route voor het alternatieve voorstel kan op twee manieren. Hij kan door de gevolmaagde minister of gevolmaagde ministers in de Rijksministerraad worden ingebracht. Maar een kansrijke route is de route, dan moet ik even kijken, artikel 15, tweede lid, of derde lid zelfs. Ja, en dat zal ik letterlijk voorlezen. De gevolmaagde minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten is bevoegd aan de Tweede Kamer voor te stellen een voordracht tot voorstel van Rijkswet te doen. Hoe dit artikel precies geïnterpreteerd moet worden, daar hadden we net nog even wat discussie over. Daar vragen we ook nog even deskundig advies over. Moet dat namelijk naar een individueel lid, dan wel naar de Kamer als geheel? Als ik het zo lees, dan vermoed ik dat laatste, want een individueel lid kan altijd een voorstel overnemen en indienen een initiatief als initiatiefwet. Maar daar kom ik op terug. Tenzij mensen nu al weten hoe dat precies te duiden, dan vraag ik ze daarop te reageren. Maar dat betekent, dat zijn dus de formele route. De ene formele route is aanpassing van het voorstel zoals dat komt uit de Rijksministerraad. En de andere is het eigen voorstel in behandeling krijgen via het artikel wat ik zojuist noemde. Dat wat betreft de procedure. Het lijkt me nu tijd om te kijken hoe procedureel afspraken gemaakt kunnen worden, maar ook zijn er natuurlijk over de inhoud van het van de verschillende voorstellen is een en ander te zeggen. Ik zeg daar op voorhand bij dat omdat het ook in de Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer behandeld zou worden, het heel lastig is, of zo niet onmogelijk, om als Nederlandse delegatie een standpunt in te nemen. Omdat de verschillende partijen binnen de delegatie gewoon er anders over denken. En hier in de Kamer bij de parlementaire behandeling zullen ze namens hun eigen partij een standpunt innemen. Dat kunnen ze wellicht, voor zover ze willen, nu hier doen. Maar dat kan niet als delegatie. En daarmee heb ik mijn formele punten gemaakt en kijk ik in eerste instantie naar meneer Gansvoort. Ja, dank. Want namens de delegatie sprekend wil ik dat graag iets aanvullen. Ik wil graag beginnen te zeggen dat we heel blij zijn dat we op het punt staan waar we nu staan. Want als we nu even kijken naar hoe we de afgelopen anderhalf jaar erover gesproken hebben, of langer eigenlijk, dat we op het vorige zomer, een jaar geleden, gezegd hebben van laten we nou in ieder geval kijken of we een aantal uitgangspunten kunnen vaststellen waar we het over wel een weg over kunnen vinden. En vervolgens gezegd hebben tegen de regeringen, kom nu met een voorstel.
In januari hebben we dat herhaald. Daar lag best wel druk in de gesprekken van hoe kunnen we daar ook voldoende zorgen dat er ook inderdaad iets gaat komen. En ik vind het goed om te markeren dat er nu ook vandaag iets ligt. En dat we wat dat betreft ook als IPCO, laat ik zeggen, het succes van in ieder geval dat er een voorstel ligt, los van hoe je over de inhoud denkt, maar daarmee zijn we echt wel een stap verder gekomen. Je kunt zelfs zeggen, we zijn nog veel verder gekomen, want er liggen twee voorstellen met alle procedurele vragen van dien. Maar in ieder geval hebben we nu echt wel iets waar we een stap verder mee zijn. En nou, dat is een goed dat dat er is. Dat betekent dat nu ook de parlementaire route kan beginnen met alles wat daarbij hoort. De terughoudendheid in de bespreking heeft er onder andere ook mee te maken dat we als twee verschillende kamers, niet alleen als verschillende fracties, een eigen opvatting hebben, maar ook als kamers een eigen rol hebben. En de Eerste Kamer zal er pas wat van gaan vinden op het moment dat de Tweede Kamer klaar is met de hele procedure, met alle amenderingen, et cetera. Dus u kunt in ieder geval ook van de Eerste Kamerleden in de delegatie niet verwachten dat ze namens die Kamer al op voorhand iets vinden van een voorstel wat in zijn definitieve vorm nog niet bestaat. Want dan pas gaan wij daar echt wat van vinden. Nog één punt daarbij. Dat hebben we vorige keer in januari gezegd en dat moeten we hier toch ook herhalen. We hebben geen delegatieberaad kunnen houden over het voorstel vanuit het Caribisch deel. En trouwens ook niet over het voorstel van minister Plasterk. Want ook dat is pas in de afgelopen week naar buiten gekomen via de internetconsultatie. En het voorstel van de Caribische landen heeft ons natuurlijk ook pas tijdens dit IPCO bereikt. Zodat we dat niet van tevoren met elkaar hebben kunnen bespreken. We zijn heel benieuwd naar toelichting, maar we hebben nog niet daar een mening over of een standpunt of iets in die richting om al deze redenen. Wat wel zo is, is dat we tot op heden, laat ik dat maar even zo zeggen, tot op heden geen enkele reden hebben om de uitgangspunten die we in de vorige IPCO's met elkaar besproken hebben, om die als zodanig ter discussie te stellen. Dus dat is het startpunt van het gesprek, van wat waren de lijnen waar we met elkaar op gevonden hebben, hoe komen we daar verder in. En vervolgens komt het dan, als het dan meer om de inhoud gaat, dan zal het echt in de, na de toelichting zeg maar, dan zal het echt in het parlementaire traject van ons betreft moeten gebeuren. Dank. Meneer Ranzenvoort, ik zie twee vingers. Ik begin even bij meneer Frank Oud-Curaça. Dank u wel. Ik wilde net aansluiten op hetgeen net gezegd was. Ik kan me voorstellen dat we niet te diep in willen gaan op de inhoud, maar inderdaad, er zijn afspraken gemaakt in het IPCO over waar de regeling aan moet voldoen. En er zijn twee voorstellen op tafel, dus ik denk dat we wel zover kunnen komen in de IPCO om naar beide voorstellen te kijken en te toetsen aan wat wij als parlementen hebben vastgesteld waar deze aan moet voldoen. Dan hebben we in ieder geval een indicatie per fractie en per parlement hoe wij daar tegenover staan en hoe wij zien of hetgeen op tafel ligt inderdaad ook voldoet aan de randvoorwaarden die wij met z'n vieren hebben goedgekeurd. Dat wilde ik eventjes als insteek meegeven. Dank, meneer Van Kappen. Ja, voorzitter, ik heb het tussen de bedrijven door in het veiligheidsdebat in de Eerste Kamer heb ik het voorstel van de landen gelezen. Ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen, maar ik heb grote bewondering voor dit voorstel. Ik zeg nog niet dat ik het ermee eens ben, maar het is in ieder geval een gedegen stuk werk. En ik ben onder de indruk van alle brainpower die daarin gegaan is. Dat is geen broddelwerk, dat is echt een goed stuk. Daar moeten we heel goed naar kijken. En ik wil dat gewoon een keer gezegd hebben, want ja, meestal praten we heel erg in grote lijnen en contouren enzovoorts. En hier ligt echt een gedegen stuk werk op tafel. Ik zeg er nog een keer bij, aansluitend wat meneer Ganzenvoort zei. Ik zeg nog niet dat ik het ermee eens ben. Dat is wat anders, dat komt later. Ik heb wel twee vragen, als ik die mag stellen, aan degene die het voorstel hebben gemaakt. Dat is punt 1. We hebben altijd gesproken over strikt juridische interpretaties. Maar onder een juridische interpretatie ligt toch ook altijd een beleidsaspect. En een rechtelijke instantie kan natuurlijk een uitspraak doen over een juridische interpretatie. Dat is denk ik meestal niet zo ingewikkeld. Maar de beleidsaspecten die daaronder liggen, die spelen toch ook een rol. Dus dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag daarop volgend is van
We hebben natuurlijk al een constructie die dat probleem onderkent en aanpakt. En dat staat in het CFT, hè? De geschillenregeling in het CFT, waarbij gezegd wordt, de strikt juridische interpretatie, de uitspraak is bindend. En over de beleidsaspecten, dat is een zwaarwegend advies waar de regering van af kan wijken. Maar dan moeten ze dat wel heel goed motiveren. Eigenlijk een soort versterkt kroonberoep. Het is maar een idee hoor. Maar mijn vraag is eigenlijk van het voorstel wat nu voor ligt van de landen. Ik heb het snel gelezen, maar ik kon er niet helemaal uithalen of het nou gaat dat het een strikt juridische oordeel is of dat ook die beleidsaspecten meegenomen worden. Misschien dat iemand mij dat kan uitleggen. Dat bespaart me weer een hoop leeswerk. Dank meneer Van Kappen. U gaat al voorzichtig de inhoud in. Ik heb meneer Hardé, daarna mevrouw Van Bijsten. Ja, meneer de voorzitter, bedankt en goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat de heer Van Kappen het stuk zo leuk vindt. Dat is al een winst. Dat hij het niet daar leuk, nog geen niet mening leuk. Over... Goed. 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 Ik kan me nog herinneren, als student zeiden ze, als een mooi meisje langs kwam, zeiden ze, wat een goed stuk. Dus blij dat meneer Van Kappen het een goed stuk vindt. Dat hij er nog niet mee eens is. Er is nog wat leeswerk. Maar ik zeg, je vindt een meisje eerst leuk en pas daarna ga je met te trouwen. Dus... Ik ben optimistisch. Je slaat de hele verkeringstijd over. Nou, heel ouderwets. Mevrouw Van Bijsterveld. Aan u het woord. Mevrouw Van Bijsterveld, ja. Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me helemaal aan bij de complimenten die Ruard eigenlijk aan ons allemaal als IPCO gaf, Ruard Ganzenvoort. Namelijk dat wij als IPCO in een toch een relatief korte periode van eigenlijk 3 IPCO's, dus iets meer dan een jaar, een enorme stap voorwaarts hebben gezet. Het is niet meer de vraag of er een regeling komt, maar er komt inderdaad een regeling. En ik moet ook zeggen dat ik de voortgang sinds het vorige IPCO ook heel bijzonder vind. Kijk, het is denk ik heel goed dat we allemaal ieder vanuit onze eigen achtergronden nadenken over hoe zo'n regeling eruit zou moeten zien. En ik vind het nu goed dat er verschillende varianten zijn, omdat die verschillende varianten ons eigenlijk allemaal als, ik zou maar zeggen, als studieobject een dienst kunnen bewijzen om na te denken over, ja, waar zou het eigenlijk om moeten gaan bij zo'n geschillenregeling. Ik heb het idee dat in het begin heel sterk is gekeken van, oh, het moet de Hoge Raad zijn, of oh, het moet dat college zijn, of oh, het moet zus zijn, of oh, het moet zo zijn. Ja, is ook belangrijk om erover te praten. Maar daarmee gaat het soms een beetje een eigen leven leiden, welk college het zou moeten worden. En vergeet je een beetje om te kijken van, ja, waarom zou dat ook alweer in de ene visie zus moeten zijn en waarom zou het in die andere visie zo moeten zijn? Ik denk dat het voor ons allemaal, en dat geldt natuurlijk voor alle delegatieleden van de verschillende landen, maar ik denk ook voor ons allemaal als fracties, heel belangrijk is om na te denken van, waar liggen nou in de werkelijkheid de geschillen? We kunnen natuurlijk heel mooi een regeling opstellen over de rijkwijde van wat er allemaal wel of niet onder zou moeten vallen, maar Wat zijn nou de aard van de kwesties die aan de orde zijn en waar we geschillen hebben gehad of waar we geschillen inderdaad verwachten? En als je op die manier begint na te denken, kun je ook een soort analyse maken van waar je eigenlijk nou een oordeel over zou willen hebben. En pas dan komt denk ik de vraag aan de orde van welk college is daarvoor het meest aangewezen. En ik denk, en dat is mijn bijdrage aan deze discussie, dat het heel goed is om dus dat goed na te denken. En ik denk voor een gedeelte zijn dat inderdaad echt puur juridische kwesties. Die moeten ook allemaal in orde zijn. Maar ik zie ook dat er natuurlijk in de juridische kwesties altijd een zekere bestuurlijke context aanwezig is. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat juist die bestuurlijke context, dat degene is waar echt de meningsverschillen liggen. En als je dat bekijkt, kun je van daaruit kijken hoe je zo'n regeling het beste zou kunnen inrichten, zodat je zowel die puur juridische zaken als ook die wat meer bestuurlijke context in overweging zou kunnen nemen. En mijn vraag daarbij is inderdaad, is een college als
een hoge raad of een afzonderlijk college. Is dat wel een college dat zover kan komen om dat soort zaken überhaupt te kunnen beoordelen? Of zeggen die, we kijken puur juridisch en daarmee is het gedaan? En de vraag is dus, heb je dan eigenlijk wat je zou willen? Dank, meneer Van Raak. Zeg ook meneer Bosman. Meneer Rosaria en mevrouw Wesker-Williams. Ik ga een beetje tussen de delegaties op en neer en laat de volgorde daarbij wat los. En dan hebben we Sint Maarten nog niet gehoord. Dus ik geef graag als eerste het woord aan u, mevrouw Wesker. Dank u wel, meneer de voorzitter. En goedemorgen aan alle leden van de verschillende delegaties hier. Ik heb u gehoord, meneer de voorzitter, met betrekking tot de twee alternatieven die voor wat betreft dit onderwerp op tafel liggen. En als het gevoel of het idee is dat wij vanwege, en vooral de Nederlandse delegaties, vanwege het niet tijdig hebben ontvangen van de stukken, en voor de andere delegaties geldt dat ook een beetje ten aanzien van het voorstel van de minister, dan zou ik willen voorstellen om wat van de tijd die we hebben te gebruiken om gewoon ons allen op de hoogte te stellen van de inhoud van de twee documenten. Want we moeten het daarover kunnen hebben. En ik heb ook heel aandachtig uw opmerking gehoord met betrekking tot de mogelijkheid, en we weten dat die er is, voor wat betreft amendementen. En u hebt er een beetje de nadruk op gelegd dat ten aanzien van alle voorstellen die er liggen of komen, dat daar amendementen op kunnen komen. Dus nogmaals, ik heb dat opgevangen, dat de nadruk op de amendementen, maar nogmaals, we moeten het over de inhoudelijke kant gaan hebben. Ik geloof niet dat wij, als het IPCO, uit elkaar kunnen gaan en hebben vastgesteld dat wat op nu op tafel ligt of wat er liggen, dat gewoon de procedures moet doorlopen. IPCO moet een positie kunnen innemen. We moeten wat over de voorstellen kunnen zeggen, rekening houdende met de uitgangspunten die het IPCO heeft vastgesteld. Dus als het is dat we het niet erover kunnen hebben vanwege niet voldoende kennis te hebben genomen van de stukken, dan zou ik zeggen, laten we als delegaties of delegatie terugtrekken, bij de voorstellen lezen en terugkomen op een discussie over de stukken die er liggen. Maar aan het eind van de rit, als IPCO namens hun eigen parlementen niet een positie innemen, ondersteund door iedereen, dan zijn we eigenlijk bezig met iets, vooral voor de landen. En als we aan het einde van de procedure zijn, zijn we nergens, geen stap verder met het komen tot een geschillenregeling. En dat moeten we voorkomen. Dat we gewoon bezig zijn procedureel en dan komen we ergens met twee voorstellen in de Kamer. Wat wordt er dan mee gedaan? Want daar is waar het om gaat. Daar wordt eigenlijk besloten en vastgesteld of er een geschillenregeling komt. Eén, wat voor soort geschillenregeling er komt. Dank u, meneer de voorzitter. Dank. U doet één procedurevoorstel en dat is om nu te schorsen om te lezen. Ik kijk of daar behoefte aan is. En ik zie daar geen knikken. Dus dan gaan we dat niet doen. Ik kijk even naar de volgorde, want meneer Ganzenvoort wil heel direct even op mevrouw Wesker te reageren. Daar naar meneer Rosario, daar naar meneer Van Raak. Om misschien verkeerde beelden weg te nemen. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat we er niet inhoudelijk over moeten praten. Ik denk dat het goed is om daarover te praten. Maar het is ook goed om onze posities en dat wat we wel en niet kunnen op dit moment, om dat goed te markeren. En dat is dus niet dat we... Kijk, ik heb gezegd, wij willen heel graag een toelichting hebben. En we zijn in dit stadium zover dat we aan het kijken zijn, waar liggen nou de vragen bij die twee voorstellen? En die vragen die vloeien natuurlijk voort, de heer Franke zei dat terecht, die vloeien voort ook uit wat we met elkaar in de vorige keren hebben afgesproken. Van waar zien wij de lijn waar ze heen moeten gaan?
Het woord toetsen zou ik daarbij nog niet gebruiken, want het woord toetsen heeft bij ons in het spraakgebruik ook echt iets te maken met het moment dat er een wet ligt waarvan je dan uiteindelijk gaat zeggen ja of nee. Wat de heer Van Kappen zei. Dus toetsen is wat te veel, maar vragen zeker wel. En wij zijn, we hebben een aantal vragen bij het voorstel van Caribisch landen en leveren ook vragen bij het voorstel van de minister. Dus ik denk dat het goed is dat we onze tijd gebruiken om met elkaar te verkennen waar liggen nu die vragen precies, uitgaande van, beginnende bij de afspraken die we met ICPO gemaakt hebben. En hoe zien wij dan waar de vragen ook in het parlementaire wat een rol zouden moeten spelen? Maar u overvraagt ons, zeg ik even in alle eerlijkheid, u overvraagt ons als wij, terwijl een voorstel nu de procedure ingaat, internetconsultatie, raad van staat, alles wat erbij hoort, dat u van ons op voorhand vraagt om al te gaan toetsen welk van die voorstellen het moet gaan worden. Of hoe dat dan uit moet, dan overvraagt u ons echt. Dus wel het inhoudelijke gesprek, wel kijken waar liggen de kwetsbare punten, waar liggen de vragen, waar liggen de problemen bij de twee voorstellen. Die inventarisatie zal dan ook zeker een rol spelen in het parlementaire debat. Maar u kunt niet van ons op dit moment een commitment vragen om tot een uitkomst te komen in deze dagen. Dat is gewoon in het proces werkt het voor ons niet. Meneer Rosario. Bon dia en goedemorgen. Ik zal op dit moment niet inhoudelijk ingaan op het voorstel. Dat reserveer ik voor later. Maar meneer Van Kappen die heeft een vraag gesteld. En ik kan u dan ook als volgt beantwoorden. Het voorstel gaat om strikt juridische kwesties. Het is geen doelmatigheidstoets, dus strikt juridisch. En voor wat betreft de commentaren van mevrouw Bijsterveld, volgens mij gaat ze een stapje te ver van welk college het moet zijn. Ik zou beginnen van waarom zijn we hier? En vooral Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Want het gaat om democratie. Voor ons is dat het startpunt. Je kan geen goed democratie hebben als je het binnen het Koninkrijk een geschil niet kan oplossen. Je kan geen democratie hebben als je een geschil niet op een onafhankelijk manier kan oplossen. Dat is goed bestuur voor ons. Dus voor ons gaat het niet ten zere, eerste uitgangspunt, welk college het moet zijn. Maar het gaat erom om inhoud te geven aan wat wij denken dat de democratie moet zijn. Democratie kan nooit de wil van de meerderheid zijn. Nederland is 98% van het Koninkrijk. En volgens mij is dat hetzelfde als Nederland binnen het Europese gedeelte. Maar dat betekent niet dat wij niet tot een geschillenregeling kunnen komen. Dat betekent niet dat we verder kunnen gaan met het systeem dat nu bestaat, dat Nederland zelf zijn vlees blijft keuren. En voor ons is dat de oerprincipe van het voorstel. Democratie, goed bestuur, checks and balances. Dank. Nee, er zijn veel vingers van de Nederlandse zijde. Meneer Van Raak zit al heel lang. En mevrouw Bijsterveld en meneer Van Laar en meneer Bosman. U heeft alle uw vingers. Ik ga ook een beetje op en neer tussen de delegaties. Dus ik wilde meneer Van Raak als eerste nu het woord. Ja, er had natuurlijk al lang een geschillenregeling moeten zijn. We hebben immers ook geschillen voldoende om te beslechten. En we staan hier met lege handen aan de ene kant, terwijl in het vorige IPCO duidelijk afspraken hebben gemaakt. Maar aan de andere kant staan we ook met twee volle handen. Omdat, en dat ben ik met de heer Kappen eens, er twee voldragen, serieuze voorstellen liggen. Als Kamerlid vind ik dat eigenlijk een rare situatie. Ik heb het liefst dat er één voorstel komt. Maar er komt nu waarschijnlijk een voorstel in de Tweede Kamer van de Nederlandse regering en een voorstel van de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat is geen probleem, dat is een luxe. Die twee voorstellen kunnen we straks in een parlementair debat wegen in de Tweede Kamer. En dat is een debat waar u ook allemaal aan meedoet. En ik zie daar oprecht naar uit. Volgens mij wordt dat een heel interessant debat waar we ook veel leren over onszelf en over het Koninkrijk. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat die geschillenregeling een regeling zal moeten zijn waarbij
gekeken wordt of de verschillende landen in het Koninkrijk zich houden aan de regels zoals die in het Koninkrijk zijn afgesproken. Hoe dat precies wordt georganiseerd, daar liggen dus twee voorstellen. En er is ook ruim mogelijkheid. De Tweede Kamer kan alles amenderen. En uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat er één voorstel naar de Eerste Kamer gaat. Een punt waar ik ook toch nog heel kort op wil reageren is het punt van de heer Rosaria, die zegt van, die verwijst naar Nederland in Europa. Daar is nog wel een klein verschil. Of misschien zelfs een groot verschil, of misschien zelfs een fundamenteel verschil. Europa, de Europese Unie, waar ik bepaald geen fan van ben overigens, is een vrijwillig samengaan van onafhankelijke landen. Zover zijn we met het Koninkrijk helaas nog niet. Ik hoor interessante discussies in het parlement van Sint Maarten, waar men zegt, wij willen onafhankelijkheid. En ik vind dat ook een dure plicht van elke volksvertegenwoordiger van Sint Maarten. Overigens ook van Aruba en ook van Curaçao. Dat moet het streven zijn. En ik ben er erg voor dat wij in het Koninkrijk gaan samenwerken op basis van volledige gelijkwaardigheid. Gelijke landen, gelijkwaardige landen. Daarom heb ik ook met de heer Bosman een voorstel gedaan voor een gemenebest die dat tot doel had. Maar we zitten, en die geschillenregeling kan niet helemaal los worden gezien van het statuut. Want waar komen die geschillen vandaan? Die komen voortdurend, die geschillen, op het moment dat Nederland zich geroepen voelt om in het kader van het Koninkrijk verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld via de waarborgfunctie of andere zaken. En daar zit de pijn, daar zitten de meeste geschillen. En ik ben bang dat ook dat ook in de toekomst vaak een politieke strijd zal zijn en een politieke afweging. Dus ik ga heel serieus kijken naar die twee voorstellen. Wij gaan proberen om daar één heel goed voorstel van te maken dat recht doet aan de belangen van alle landen in het Koninkrijk. Maar daarbij moet ook worden gezegd dat binnen het huidige Koninkrijk, binnen het huidige statuut, de landen niet volledig gelijkwaardig zijn. Omdat Nederland in het kader van het Koninkrijk, als grootste land in het Koninkrijk, een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor goed bestuur en een aantal andere zaken. Ik zal dat straks ook inbrengen. Dat zal ook onderdeel van het debat moeten worden. Want ik zie uit naar een toekomst waarin wij allemaal als volledig gelijkwaardige landen samenwerken, geschillen hebben en die geschillen ook op basis van volledige gelijkwaardigheid kunnen oplossen. Dank, meneer Wikker. Goedemorgen. Ik heb een opmerking. Naar aanleiding van wat mevrouw Sarah Westcott zei. We hebben een kader afgesproken en dat is, en ik lees even, de beslechting van geschillen geschiet door een onafhankelijk orgaan middels bindende uitspraak met de mogelijkheid van daarna voorafgaande onafhankelijke conflictbemiddeling. Dat hebben wij afgesproken. Dus wij kunnen reeds nu vooralsdan het ontwerp dat nu voor internetconsultatie is geplaatst, kunnen we daaraan toetsen en kunnen we een uitspraak doen in de afsprakenlijst. Want het voldoet niet aan die uitgangspunten. Dus dat kunnen we nu meteen al constateren en een afsprakenlijst vastleggen. Want dan is de regering aan zet, want wij kunnen natuurlijk gaan amenderen, maar zij moeten dat in acht nemen en meteen dat document aanpassen. Dus dat vind ik in ieder geval dat we kunnen doen. Ten tweede, het is niet altijd een geschil met betrekking tot de waarborgfunctie. Een voorbeeld, volgende week behandelen we de Rijksvisumwet. Wij zijn grotendeels afhankelijk van toerisme. Als in artikel 15... geen geschillenbeslechting komt, want nu staat er niet in. Het is weer voortgezet overleg. En we hebben een verschil van mening over welk land wel of niet visum moet krijgen. Dan hebben we weer een probleem. En dat is geen politiek probleem. Dat is gewoon strikt van, hey, wij hebben een belang. En, dat is, en we hebben een verschil van mening met betrekking tot Nederland over of we wel of niet visum moeten hebben ten aanzien van een land dat voor ons waarvan wij voor het eerst afhankelijk zijn voor onze economie. Dus ik heb nu een amendement zelfs opgesteld voor Rijksvisumwet volgende week om voorlopig een geschilregeling te hebben. Want dat is een concreet voorbeeld van nu bij gebrek aan geschilbeslechting dat wij nu weer een Rijkswet gaan behandelen. En als het goed is aannemen volgende week. En er is een vacuüm met betrekking tot geschilbeslechting. Dus twee dingen, resumerend. Volgens mij kunnen we hier niet weggaan zonder dat wij het internetconsultatiedocument hebben getoetst aan onze uitgangspunten die we zijn overeengekomen. En ten tweede, het dringt zich weer aan dat volgende week bijvoorbeeld een wet, Rijkswet, zal worden aangenomen waarbij een gebrek is aan geschillenbeslechting. Dank u. Dank meneer Wikker. Meneer Bosman.
Ja, voorzitter, ik ben ontzettend blij dat die stukken er liggen. Want ik ben altijd heel pragmatisch. De spa moet in de grond. We moeten gewoon aan de slag. En we kunnen hier heel veel discussies houden, hè, en heel veel dingen bespreken. Maar ik zal heel eerlijk zijn. Met alles wat ik definitief wil maken, zal ik mijn fractie moeten consulteren. Dus als wij hier een uitspraak willen hebben, dat kan. Maar dan moet u wachten tot ik mijn fractie heb gesproken. En dat kan. Maar dit is de rol die ik heb. Ik kan hier niet zelfstandig zomaar iets roepen. Ik heb daar een verantwoordelijkheid aan mijn fractie. Sterker nog, 2,1 miljoen kiezers verwachten dat van mij, dat ik dat op die manier doe. Dus op die manier zitten we in de wedstrijd en moeten we stappen gaan zetten. En dan kunnen we heel lang discussiëren over allerlei zaken. We hebben een aantal zaken geconstateerd. Ik ben ontzettend blij met twee voorstellen. Laten we die nou gewoon in de procedure laten lopen. Dan kunnen we daar een stevig debat over voeren. Daar ben ik absoluut meer voor dan dat we heel lange discussies gaan houden. Waar we uiteindelijk tot de conclusie komen, in ieder geval ik vanuit de VVD, geen harde uitspraak ga doen over wel of niet. En dan weet u dat van tevoren. Dank u wel, meneer de voorzitter, en goedemorgen aan allen. Verpand, we zitten in de Torbekkenzaal. Grondlegger van de parlementaire democratie. Als afgevaardigden in een commissie van dat parlement, en ik kan me niet voorstellen, dat leden van deze commissie vorig jaar mei de drie uitgangspunten hebben geaccordeerd. Ach, men was toen nu maar te voorbarig misschien. Datzelfde, u spreekt over fracties. Ik heb hier de motie van het lid van Laren. En ik verontschuldig uiteraard de Eerste Kamer, het gaat hier om de Tweede Kamer. Heeft men die motie aangenomen in de Tweede Kamer? Waarbij, en het wordt heel mooi gezegd, van mening dat de totstandkoming van een geschilregeling voor Nederland en andere landen... Het zou onrecht doen aan de motie als u deze tijdens de bel voorleest. Ik stel voor dat we even wachten tot de bel over is. Daarom wacht ik ook. Waarom is dat in de haas? La gami lees, loop met haas. Bon, sint rustig. Meneer Wilson. Nou, u begrijpt wel, ik laat mij niet van mijn stuk brengen door de bel. Misschien worden we straks wel gesaved bij de bel, zoals hier gezegd wordt. In elk geval, deze motie is van 8 oktober 2015. De Kamer, gehoord de beraadslagingen. Gehoord de beraadslagingen. Dus men heeft er inhoudelijk over gesproken, neem ik aan. Van mening dat de totstandkoming van een geschilregeling voor Nederland en andere landen van het Koninkrijk cruciaal is voor eerlijke en constitutioneel zuivere verhoudingen binnen het Koninkrijk, verzoekt de regering de drie uitgangspunten die tijdens het laatste interparlementair koninkrijksoverleg voor de geschilregeling zijn geformuleerd als leidraad te nemen voor de aanstaande gesprekken tussen de landen van het Koninkrijk en nog dit jaar te komen tot een blauwdruk voor een geschilregeling en gaat over de orde van de dag, getekend door het Tweede Kamerlid van Laar. Er wordt hier gesproken, we hebben in beide handen een voorstel. Op basis hiervan
moeten wij het voorstel van de minister toetsen. Dat heeft hij gebracht in juni vorig jaar. Ik neem aan dat de motie van Laren betekent dat hetgeen de minister naar voren had gebracht niet klopte. Men heeft in januari dit jaar op Sint Maarten, en ik kan me moeilijk voorstellen dat leden van de vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden niet met hun fracties van gedachten wisselen. Anders zou dit niet mogelijk geweest zijn. Er is een beraadslaging geweest, dus men weet wat het precies inhoudt. In januari hebben wij dit weer onderschreven in Sint Maarten. Nu komt de minister met hetzelfde verhaal wat wij afgewezen hebben. En daarom zei ik, heel toevallig zitten wij in de zaal van Johan Rudolf Thorbecke, die het parlementsstelsel heeft onderbouwd, waarbij de volksvertegenwoordiging een enorme macht heeft gekregen. Ik geloof, net de voorzitter, als wij weer moeten gaan praten, meer naar de fracties terug moeten om hun standpunt te horen, dan ben ik bang dat wij in deze zaal bezig zijn met een tragedie, een treurspel. Met de afloop dat de democratie, zoals de heer Thorbecke dat voor zich zag liggen, dat wanneer de volksvertegenwoordiging een standpunt inneemt, dan moet de regering daar gehoor aan geven. En mocht men dat niet kunnen, is dat binnen de parlementaire democratie dat de minister opstapt. En niet andersom. Het hele voorstel van, de heer Plasterk is een enorme minachting, ik kan er geen ander woord voor vinden, voor hetgeen wij in mei geaccordeerd hebben, hetgeen de Tweede Kamer geaccordeerd heeft in een motie van 8 oktober vorig jaar, hetgeen wij weer geaccordeerd hebben in januari op Sint Maarten. Misschien bij het sluiten straks zal ik dan zeggen wat de heer Plasterk gedaan heeft met de vertegenwoordiging van de landen hier verenigd in delegaties van de Koninkrijkscommissies. Dank u zeer. Dank. Meneer Van Laar. Ja, voorzitter, dat is een mooie inleiding. Mijn eigen motie hoef ik in ieder geval niet meer voor te lezen, dat scheelt. Maar laten we het iets politieker bekijken. En dan is het vrij overzichtelijk. Onze regeringen komen er niet uit. Die bewegen niet naar elkaar toe. De Nederlandse regering houdt vast aan haar standpunt, wat ze inderdaad al een jaar heeft. Ondanks dat de Kamer wil dat er iets anders uitkwam, houdt zij vast aan haar standpunt. Dat mag ook. In Nederland hebben we dualisme. De regering bepaalt haar standpunt en totdat de Tweede Kamer haar naar huis stuurt, is dat standpunt het standpunt van de regering. Dus dat kan. Wat we dan moeten doen is als staten, als parlementen, naar elkaar toe bewegen en kijken of we alsnog tot een geschillenregeling kunnen komen. Want een geschillenregeling kan er alleen komen, ik hoop dat we het daarover eens zijn, als er breed draagvlak is in alle landen van het Koninkrijk over hoe die regeling eruit gaat zien. Nou, de landen hebben daarbij een belangrijk uitgangspunt gedefinieerd. Daar hebben we vorig jaar over gediscussieerd en dat is dat die bindend moet zijn. Als u een bindende regeling wil, dan raakt u al een flink stuk van het Nederlands parlement kwijt. Ruim een derde zou ik ongeveer zeggen. Die willen een bindende regeling niet accepteren. Dat zijn u kunt ook zien in die motie. Die is gesteund door een ruime meerderheid, maar niet door alle partijen, omdat daar die bindendheid in zit.
Nou, als u dat dus wilt, zult u met die meerderheid die ongeveer al vast ligt, moeten werken. En dat heb ik u ook in januari gezegd. Als we tot elkaar willen komen, zullen we elkaar op moeten zoeken. En dan kunt u met drie parlementen een voorstel maken en daar verder niemand over bellen of informeren. En dat voorleggen en dan vragen, kunt u tekenen bij het kruisje? Maar dat heeft niet heel veel zin. En nu heeft u een nog uitgebreider voorstel, nog beter onderbouwd en nog beter doortimmerd gemaakt, maar u heeft nog steeds niet gebeld. Ik heb u niet gesproken. En ik kan u verzekeren, mijn partij is echt nodig om die meerderheid te halen in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer hebben we nog een paar zetels. Dus ik denk toch dat het proces, als we dat willen gaan voortzetten, erin zal moeten zijn van naar elkaar toe bewegen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben die stap al gezet, vorig jaar door die bindendheid te accepteren. Het is nu aan u om ook stappen te zetten. U kunt blijven herdefiniëren wat u wil. En dat doet u in geuren, kleuren en goed onderbouwd en mooi. Maar daar bewegen we het niet door naar elkaar toe. En u kunt dan vragen, waarom beweegt u niet naar ons toe? Ja, dat hebben we juist vorig jaar al een stuk gedaan. Dus volgens mij is het de bedoeling dat we nu, voordat het parlement de echte behandeling begint, kijken of we naar elkaar toe bewegen op zo'n manier dat we daar op één voorstel kunnen landen. Waar de meerderheid van de partijen in Curaçao, in Maarten, Aruba en in Nederland elkaar op kunnen vinden. Alleen dan gaan we een geschillenregeling bereiken. Want als we gewoon alle voorstellen in de Tweede Kamer donderen en we zien wel hoe de meerderheden uitvallen, dan is dat geen garantie dat daar een regeling uitkomt die een groot draagvlak heeft. Dus we zullen moeten bewegen en we zullen moeten gaan onderhandelen en we zullen aan tafel moeten gaan zitten. Ja, hier is een eerste inleidende beschieting, zou ik bijna zeggen. Maar uiteindelijk moet dat werk, dat weten we allemaal, ook achter de schermen gebeuren. Die uitnodiging herhaal ik, die heb ik een half jaar geleden gedaan. Laten we bellen, laten we e-mailen, laten we daaraan gaan werken. Maar op deze manier ons eigen standpunt alleen maar herdefiniëren op verschillende manieren brengt ons niet nader tot elkaar en niet tot een gedragen geschillenregeling, denk ik. Dank, meneer Van Laar. Er zijn meerdere vingers. Eerst wil mevrouw Marlin, daarna meneer Van Kappen, daarna meneer Kroes. Thank you, Mr. Chairman, and a pleasant good morning to my colleagues. I just want to add on to the points of Member of Parliament, Mr. Wilsu. I listened to Hansa Fort and many others, and I understand that no commitments can be made now. But I think even with those statements and the actions that are transpiring right now, I think this is the moment where we have to reassess the value of IPCO. We need to reevaluate the decision makings that we do here inside of IPCO, because if we don't, then it looks like, or it appears, the work that has been being conducted is in vain. So if we come this far only to come back at a bottleneck, well, what was all that work for? Why did we sit together and make agreements, have certain uitgangspunten, and then they are actually of no value? I think that this is the moment that we have to reassess the value of IPCO, because if it's going to mean that we're going to sit, we're going to discuss, we're going to make decisions, and then we go back and say, oh, well, I can't make a commitment because I have to go back to my party and get their approval before I come back and give my commitment, then what are we busy with? I also think that if we don't reevaluate the situation or the value of this IPCO, we're actually wasting our time and money. The little resources that we have, we are actually wasting it. I don't want to invest in any snoop ratios. I would like that when we make a decision, we stick to it. But if this is not the platform where we can continue the process that we started on the points that we agreed upon, then we have to ask ourselves, what are we busy with? Thank you, Mr. Chairman. Dank, mevrouw Marlin. Meneer Van Kappen. Mevrouw Van Bijsterveld daarna, die staat al lang, en dan is meneer Kroes. Ja, dank u, voorzitter. Even heel kort, ik begrijp het probleem van het democratisch deficit. Het probleem is dat het Koninkrijk bestaat uit gelijkwaardige landen met volstrekt ongelijkwaardige bevolkingsaantallen. En daar zit het probleem. We hebben een koninkrijksregering, maar geen koninkrijksparlement. Wij zijn ook geen koninkrijksparlement. Als je dat wil oplossen, dan moet je of kiezen voor de oplossing van meneer Van Raak. Dan wordt iedereen onafhankelijk. En daarna praten we met elkaar over een gemene best kunnen vormen. Of,
of je moet de hele staat der Nederlanden omvormen tot een soort federatie met een... Ik zie het allemaal niet gebeuren. Niet in my lifetime. Dus laten we nou realistisch zijn. We zitten gewoon met deze constructie. En we moeten ook ons realiseren dat wij, zoals we hier zitten, het IPCO, we zijn geen koninkrijksparlement. Maar de waarde van het IPCO is, u heeft hier te maken met de woordvoerders op dit dossier in hun eigen fracties, zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Wij zijn de sprietjes vooruit. Wat wij hier opsteken, de discussies die wij hier voeren, die vertalen wij terug naar onze fractie. Want je moet uiteindelijk die steun van die fractie hebben. En ik wijs nog een keer op het betoog van de heer Van Laar, wat ik niet ga herhalen, maar daar sta ik volledig achter. Dat gezegd hebbende, ik moest het even kwijt. Maar ik had nog een inhoudelijke vraag. Dat is, u weet, ik heb gezegd, ik vind het knap werk wat er gedaan is. Ik kan er nog een ja of nee tegen zeggen, want ik moet nog afwachten wat de Tweede Kamer ermee gaat doen, wat de Raad van State ermee gaat doen, enzovoort, enzovoort. Maar ik ben me wel alvast aan het voorbereiden en gedachten aan het vormen. En ik wil ook mijn fractie daarin meenemen. En de vraag die ik heb is dit. Meneer Rosario die heeft in ieder geval één punt voor mij opgehelderd. Dat is een strikt juridische interpretatie. Maar artikel 12a geeft meer ruimte dan dat. Als je artikel 12a leest, dan hoeft dat niet een strikt juridische interpretatie te zijn. En daar ligt ook vaak een beleidsaspect onder. Dat beleidsaspect, dat laat je dan dus buiten check en vloei. Is dat nou iets waar de Caribische landen van het Koninkrijk tevreden mee zijn? Dat je alleen maar een bindende uitspraak krijgt over het juridische dimensie van zo'n voorstel. Onder heel veel van dat soort zaken ligt een beleidsaspect. Een bestuurlijk aspect. Die laat je dan dus helemaal buiten deze regeling. Terwijl artikel 12a geeft wel de ruimte om het ruimer te doen dan alleen maar de strikt juridische aspect. Dit is maar een vraag hoor. Want als het een strikt juridisch gebeuren is, dan is dat ook bepalend voor de vorm die je daarvoor kan kiezen. En dan kan het een rechterlijk college zijn enzovoorts. Die kunnen daar best uitspraken over doen. Over het bestuurlijk gedeelte niet. De Hoge Raad is geen adviescollege. En het gemeenschappelijk hof ook niet. Ja, dat is de vraag die ik heb. We hebben in de tijd in het IPCO afgesproken de strikt juridische interpretatie. Mijn vraag aan de landen van het Koninkrijk is, aan de Caribische landen van het Koninkrijk is, ben je daar dan tevreden mee? Als die bestuurlijke en die beleidsmatige aspecten dus daar niet in meegenomen worden. Dat is mijn vraag. Dank mevrouw Van Bijsterveld. Daarna meneer Kroes. Dank u wel. Ik heb behoefte om te reageren op een paar verschillende onderwerpen. De eerste, even de hele kritische noot die net van de kant van Sint Maarten werd gekraakt over het IPCO. Ik zie zelf wel degelijk de waarde van het IPCO. Natuurlijk moeten we ons allemaal realiseren dat het IPCO geen besluitvormend orgaan is. Maar dat weten we gewoon. Dat is gewoon niet zo. Maar wat doen we wel? Wij zijn gewoon op voortgaande basis bezig met een proces van gezamenlijke meningsvorming. En zoals je dat natuurlijk ook hebt, gewoon in een Eerste Kamer, in een Tweede Kamer, in een parlement van Curaçao. Je bent het natuurlijk niet altijd met elkaar eens uiteindelijk. Ook al probeer je wel tot gemeenschappelijke meningsvorming te komen, maar je blijft wel met elkaar in discussie. Is dat dan het enige? Nou, als dat het enige zou zijn, zou dat misschien ook wat mager zijn. Maar ik wil toch nog even herhalen dat wij met het IPCO, met z'n allen, hier toch wel het nodige bereikt hebben. We hebben bereikt dat er een geschillenregeling kwam. Toen we er voor het eerst over gingen praten, was het nog de vraag, moet er wel eentje komen? En op welke termijn dan moet er eentje komen? We hebben toch bereikt dat eigenlijk door druk op de ketel te zetten, dat er nu eigenlijk voorstellen voor liggen. En dat voorstellen op een gegeven moment in consultatie gegeven zijn en dat de Raad van State er straks over gaat oordelen en dat er een uitkomst komt, wat die uitkomst dan ook is. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat gewoon te beseffen. Natuurlijk is het zo dat alle fracties en alle parlementen daar vervolgens gewoon zelf ook over moeten praten, maar dat is gewoon inherent aan het proces. Maar laten we onszelf nou alsjeblieft niet tekort gaan doen. Ook al ben je het niet
direct eens met elkaar op alle fronten. Dat is mijn eerste opmerking. Het tweede is, wanneer we straks gaan kijken naar de beoordeling van het voorstel of de voorstellen die voorliggen, wat dan? Ik heb even de behoefte om terug te komen op een opmerking die de heer Rosario net maakte over de democratie. Natuurlijk, democratie is heel erg belangrijk, maar we weten natuurlijk zelf ook binnen een koninkrijk dat er gewoon, wanneer je naar de aantallen gaat kijken, dat er verschil is tussen Nederland en de landen. Ja, dat kunnen we gewoon niet veranderen, dat is gewoon een ervaringsfeit. Maar om die positie in evenwicht te brengen, het principe van checks en balances, is het dus belangrijk dat je op een gegeven moment ook bepaalde toetsing hebt op datgene wat er via de democratische procedures uit is gekomen. Dus echt checks en balances. Nou, in dat kader moeten we zo'n voorstel over die geschillenregeling ook zien. Dus heel belangrijk. Democratisch deficit kun je niet oplossen, maar je kunt wel tot een goede geschillenregeling komen. Wat moet je dan doen? Ik kom even terug in iets andere woorden op datgene wat ik eerder heb ingebracht. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dan reageer ik een beetje op wat de heer Bikker zei en wat de heer Rosario zei, dat we voor onszelf allemaal goed nagaan, waar wringt nou vooral de schoen bij die geschillen? En waarom hamer ik daar nou zo op? Ik denk dat als je, dan geef ik even een voorbeeld wat niet direct op deze kwesties betrekking heeft, maar als je tot de conclusie komt dat je vooral geschillen hebt over hoe een proces verloopt, hoe een procedure verloopt, hoe op een gegeven moment formeel besluitvorming plaatsvindt, dus processuele kant, dan moet je niet een procedure gaan ontwerpen die alleen maar een college de bevoegdheid geeft om naar de inhoud van dingen te kijken. Als je tot de conclusie komt dat je voortdurend geschillen hebt over de inhoud, dan moet je niet een college of een toetsingsprocedure in het leven roepen die alleen maar naar de formalistische kanten gaat kijken. Want ja, dat kunnen ze wel doen, maar dan is het probleem niet opgelost. Als je tot de conclusie komt dat er soms procesmatige kanten aan zitten in de geschillen en soms inhoudelijke kanten, dan moet je naar mijn idee, maar goed, ik spreek hier alleen voor mezelf, tot de conclusie komen dat je een procedure ontwerpt waar beide aan de orde komen op een goede manier. En daarom wil ik gewoon deze oproep gewoon aan onszelf doen, aan ieder van ons. Laten we gewoon eens heel goed naar kijken wat voor type van kwesties hebben we, zodat we een procedure gaan steunen of oproepen tot een procedure van toetsing die wel toetst wat we eigenlijk getoetst zouden willen hebben. En natuurlijk, aan procesmatige kanten zit een bepaald type toetsing vast en aan inhoudelijke kanten zit een andere type van toetsing vast. En daar vloeit dan vervolgens uit voort bij welk orgaan je moet terechtkomen. Dus ik zou zeggen, pas op dat we niet te veel onze hakken in het zand gaan zetten met alvast bepaalde oplossingsrichtingen, waardoor we uiteindelijk misschien al of niet gelijk krijgen, maar niet krijgen waar nou eigenlijk een oplossing voor waar de schoen nou wringt. Dus dat is mijn oproep. Dank u, mevrouw Wester. Meneer Kroes. Meneer de voorzitter, ik wil in de eerste plaats de taxatie, politieke taxatie van collega Van Laar voor zijn taxatie bedanken. En in die zin kunnen wij, denk ik, die waarde van IPCO onderschrijven. We kunnen het nu meten als we willen. Want wat u zei, dat we naar elkaar toe kunnen bewegen, daarom hebben we een IPCO. Zo, we kunnen nu van de tijd gebruiken, van het feit dat er vertegenwoordigers van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Nederland hier aanwezig zijn, dat wij gedurende deze IPCO naar elkaar toe bewegen. En in ieder geval, ik zie even onze delegatie, maar ik spreek niet namens de hele delegatie, maar we hechten waarde aan de IPCO, want al zijn we geen koninkrijksparlement, maar in de geest, gezien het feit dat we geen koninkrijksparlement hebben, moeten wij dan in dit formaat een beetje die democratisch deficit proberen te op te lossen. En dat denk ik dat we moeten proberen tijdens deze IPCO's vergadering. Wij geloven in deze koninkrijkservaring en we have to make the best out of it. En daarom zijn we ook hiervoor. Daarom wil ik, meneer de voorzitter, voorstellen, als we van de tijd kunnen gebruiken voor ons, is dit punt meer belangrijk dan
ik zeg even met alle respect voor het bezoek die we misschien vanmiddag aan de inspectie volksgezondheid hebben. Met alle respect van de belangrijkheid van die bezoek. Omdat wij van de tijd gebruiken om naar elkaar toe te bewegen. En hopelijk kunnen we onmiddellijk tijdens deze IPCO de waarde van de IPCO meten. En ik denk dat er heel veel waarde is aan de IPCO. En laten we dat trachten als iedereen ermee akkoord gaat. Het voorstel gehoord. De vraag is overigens of je dat zo in deze zaal het publiek moet doen. Of zoals meneer Van Laar ook zei, als je wil bewegen, dan is dat meestal tijdens een lunch of een ander informeel gesprek. Waar we nu nog in ieder geval even met de discussie verder gaan en kijken hoe we in deze formele kant komen. En dan komen we om het eind aan de conclusies hoe verder. En hebben we verschillende vingers. Meneer Rosaria, wil ik als eerste het woord. Bedankt, voorzitter. Meneer Van Kappen die heeft weer een, daar ben ik blij om, inhoudelijke vraag gesteld. 12a. Natuurlijk hadden wij als landen kunnen kiezen voor een hele brede spectrum. Dat hebben we niet gedaan. Dus gesproken over water bij de wijn doen, ja, dat hebben we ook gedaan. En waarom hebben we dat niet gedaan? En dat is consequent. Want als je straks beleid gaat toetsen, dan heb je geen rechters nodig. Dan heb je mensen die zeggen van het beleid is goed of het is niet goed of het moet aangepast worden. En dat is beter om een advies te vragen over het beleid en niet een definitieve beslechting. Of beslechting is definitief. Dus daarom hebben we ook terecht gekozen om niet de hele spectrum van artikel 12a te gebruiken, maar ons limiteren aan het strikt juridische kwesties. Dus ik hoop dat ik uw vraag heb kunnen beantwoorden. Bedankt. Ik heb verschillende vingers weer. Ik wilde kijken, ik probeer een beetje te weven door de verschillende delegaties heen. En daarmee laat ik de volgorde los. En dan kijk ik ook nog altijd als eerste nog even naar de delegatieleiders. Dus ik geef even meneer Wilsou, meneer Herdé. En dan kijken we weer Nederland op Sint Maarten. En mevrouw Westcott. Ja. Meneer Wilsou. Dank u zeer, meneer de voorzitter. Ik ben het helemaal eens dat wij naar elkaar toe moeten werken en discussiëren. Maar binnen het kader van hetgeen wij afgesproken hebben. We hebben standpunten ingenomen dat wij zouden blijven praten conform de drie uitgangspunten die tijdens het laatste IPCO zijn geformuleerd. Als je gaat voetballen, dan ga ik met de regels van het voetballen bezig zijn. Het ging, met alle respect hoor, door de minister naar voren is gebracht, beantwoord niet aan de spelregels van hetgeen wij afgesproken hebben. Misschien is het wel goed voor honkballen, maar niet voor hetgeen wij afgesproken hebben. En binnen dat kader wat wij afgesproken hebben, de heer Van Laar het kenmerkte dat een gedeelte inderdaad niet gestemd heeft voor zijn motie. Hoe kunnen wij iedereen over de streep trekken? Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar je moet uitgangspunten hebben waarbinnen je moet werken. Dat is niet onbekend in de politiek. Want met vormen van de regeringen niet maar heb je dat ook. Dat men weet binnen welke contouren men elkaar kan vinden, ja of nee. Dus, meneer de voorzitter, ik ben ermee eens dat wij alle tijd gebruiken om elkaar te vinden, nader tot elkaar te komen. Maar ik geloof wel dat wij dat moeten doen binnen hetgeen wij met elkaar afgesproken hebben.
Want als wij ons niet kunnen houden aan onze afspraken, dan weet ik niet wat wij dan wel kunnen of mogen of moeten doen. Dank u. Meneer Hardé. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zie winst. Ik kan me nog herinneren, de discussies in 10-10-10. Toen was schillenregeling onbekend. Aandacht ging totaal uit naar zeer belangrijke zaken binnen het Koninkrijk. De hele structurering. Tijdens die vergadering hebben leden van de Arubaanse delegatie, omdat wij meededen, maar een beetje zijdelings keken. Ik kan me nog herinneren een vraag van collega Van Raag. Of Curaçao en zijn mating klaar waren voor de staatsaparte. En ik zei uitdrukkelijk ja. Nu stel ik de vraag, zijn wij klaar voor een geschillenregeling? Ik denk ja. We hebben winst gemaakt. Ik hoor niemand zeggen afstellen, uitstellen, niet doen. Absoluut niet. En dat is winst. Dat was niet altijd het geval. Ik geloof in kleine stappen. We hebben 6 jaar op gedaan om te komen waar we nu zijn. We hebben meer winst. De vaststelling en de onderschrijving van de 3 uitgangspunten is enorme winst. En daar houden we aan vast. Ik hoor niemand zeggen, zet dat opzij. Laten we gebruik maken van die winst. Ik denk, ik zie mogelijkheden. En ik hoor Roelof van Laar zeggen van, we moeten steun in de Tweede Kamer krijgen. Ik hoor ook zeggen, we moeten draagvlak in alle landen hebben. Dat zijn 2 belangrijke dingen. Draagvlak. U mag niet verwachten dat de Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense delegatie teruggaan met iets dat ons niet verder helpt als er een conflict is. Dus die draagvlak, die zekerheid dat wij uit conflicten zoals we die hebben gehad, dat we daar niet meer in terugkomen. Dus dat moeten we hebben. Die uitgangspunten lijken mij een goed instrument om dat te doen. We moeten een meerderheid in de Tweede Kamer vinden. Als wij vasthouden aan die uitgangspunten, zorgen dat het draagvlak is, blijft op de eilanden, dan zie ik mogelijkheden, en dan wil ik niet vooruitlopen in alle details, dat wij, luisterend naar wat mevrouw Van Bijsterveld aangaf, mogelijkheden, strikt juridische, wat Alex zegt, kijk naar het bestuurlijke, Frank van Kappen onderschrijft dat, dan zit eigenlijk de discussie alleen in het orgaan en de reikwijd. Daar is het bindende, daar hebben we aan vastgehouden. Het gaat dan, want als Roelof zegt niet bindend, dan heeft Roelof het niet over het strikt juridische. Dan heeft, corrigeer mij als het fout is, over bestuurlijke. Over het strikt juridische, daar ging de motie over, dat hebben we herhaaldelijk gezegd. Dat staat ook in onze uitgangspunten. Dan hebben we het over strikt juridische, dat moet vaststaan. Daar gaat geen discussie over. En daarover zal een orgaan bindend oordeel geven. Het is rechtmatig of niet. Het mag volgens statuut of niet. Het is een landsaangelegenheid of niet. Daar kan geen discussie over bestaan. Maar laten we dan heel gericht gaan kijken, waar ligt het gebrek aan duidelijkheid om die meerderheid te krijgen, vasthoudend aan onze uitgangspunten, die ervoor zorgt dat op de eilanden ook draagvlak en geloof blijft bestaan in een nieuwe regeling. Dus, concluderend, ik zie dat we eruit komen. En volgens mij moeten we het zoeken in vasthouden aan het bindend karakter voor strikt juridische zaken en naar het bestuurlijke kijken hoe we daar met reikwijden en met andere procedures verder gaan. Als er een juridische uitspraak over strikt juridische zaken,
dan blijft ons altijd de ruimte die we altijd hebben gehad in het Koninkrijk om met elkaar te zoeken, te praten naar oplossingen. Dus ik zie ruimte. Dank. Ik heb vele vingers van de Nederlandse delegatie. De eerste was meneer Ganzenvoort. Mevrouw Westcott. Maar laten we met meneer Ganzenvoort beginnen. Ja, want ik wil graag de heer Herdé danken voor zijn bijdrage. Omdat ik het gevoel heb dat er ook in ons gesprek heel snel allerlei rookgordijnen worden opgeworpen over wat we nou wel en niet zouden willen en dergelijke. En wat ons betreft, zo ben ik ook begonnen, de noodzaak van de geschillenregeling, die staat gewoon recht op tafel. Natuurlijk willen we dat. Dat willen we met elkaar en daar nemen we niets van terug. De gesprekken die we in de afgelopen IPO's gehad hebben, de uitgangspunten waarbij we uitgekomen zijn, dat is voor ons het startpunt van het hele gesprek. Natuurlijk willen we langs die lijn verder. Zo staan we erin. En tegelijk constateren we dat er nu twee voorstellen liggen die ook gewoon naar gekeken moet worden. U moet niet van ons vragen dat wij op dit moment bijvoorbeeld het voorstel van de minister Plasterk gaan verdedigen. Zo staan wij helemaal niet in dit gesprek. Ook dat zal getoetst moeten worden. Maar, en dan sluit ik eraan bij de heer Wilshoe, het is goed dat wij hier in de Torbekkenzaal zitten. Want de heer Torbekke, die heeft in zijn wijsheid heeft hij ook een grondslag gegeven voor de juiste staatsrechtelijke verhoudingen. En de juiste staatsrechtelijke verhouding betekent ook dat je de zaken bespreekt in het gremium en dat je tot besluitvorming komt in het gremium dat daarvoor is aangesteld. Het IPCO is het overleg tussen de vier parlementen. En dat is buitengewoon belangrijk om daar met elkaar te bewegen, te zoeken waar de ruimte zit, te zoeken waar de uitgangspunten zitten waar je het over eens kunt worden. En waaraan je uiteindelijk in de parlementen zelf het parlementaire werk gaat doen en tot toetsing en tot besluitvorming komt. Dat is wat anders. Kijk, ook hier komen we tot een vorm van besluitvorming, namelijk wat zijn de kaders waarbinnen we het met elkaar de weg vinden. Maar daar is geen discussie over, zeg ik tegen de heer Wilshoe. Dat staat op dit moment helemaal niet in vraag. Wat de vraag is hoe we nu de stap verder gaan zetten om met de voorstellen die er liggen langs de juiste staatsrechtelijke routes te komen zo snel mogelijk tot een goede geschillenregeling. En op het moment dat, laat ik zeggen, ik zou het fijn vinden als we ons op die inhoud vervolgen, dat we daar de vragen bij kunnen stellen. Dat we vanuit die uitgangspunten bij de beide voorstellen kunnen vragen. En waar zitten dan de onduidelijkheden waar we in het parlementaire proces vervolgens echt scherp naar moeten kijken tot de juiste uitkomst moeten komen. En dat we onze tijd niet te veel besteden aan de vraag van of we nu het allemaal nog wel eens over de uitgangspunten. Want wat mij betreft zijn we dat. Meneer Westcott. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet even gauw reageren of kort reageren op de opmerking van de heer Van Raak met betrekking tot Sint Maarten. En ook dat lijkt mij een belangrijke bespreking, maar niet op dit moment. Wat was de opmerking namelijk? Een verwijzing naar discussies in de Staten van Sint Maarten ten aanzien van de onafhankelijkheid van Sint Maarten in dit geval. Ik moet hierbij wel zeggen dat wij niet alleen dat recht als Sint Maarten onderkennen, maar het eigenlijk als heilig beschouwen. Het recht om daar gebruik van te kunnen maken en te besluiten waar Sint Maarten politiek en constitutioneel in de toekomst naartoe wilt. De discussie waarna de heer Van Raak verwees is echter een geweest vanuit een soort bottom-up benadering, waarbij een groep in de bevolking van Sint Maarten heeft verzocht om dat te bediscussiëren in de Staten. Door de Staten is daarover geen vast besluit genomen. Fracties en leden hebben daar hun mening over. Maar nogmaals, het is een bottom-up benadering. Dat wilde ik even uitleggen hoe de discussie precies plaatsvond. Want ook ik heb de berichtgeving over die discussies gelezen. Dat is één punt. Voor Sint Maarten weet ik het zeker en ik denk dat ook de andere twee Caribische landen er zo mee omgaan. Wij nemen de uitkomsten en afspraken van het IPCO zeer serieus. Voor alle afspraken die wij hier maken, worden in onze staten daarna bekrachtigd. Dus de staten gaan akkoord. Dat is alvast een stap in de richting van hoe denken de landen over de afspraken? Wat denken ze van de afspraken die in het IPCO gemaakt worden? Ik ben blij met enkele van de laatste opmerkingen over deze thema, want dat betekent dat wij nu inderdaad
gaan kijken, neem ik aan, naar de twee stukken die er liggen. De Staten van Sint Maarten hebben het voorstel, of de voorstellen, zoals de heer Wilson dat ook heeft gezegd, van de Nederlandse regering van de hand gewezen, omdat die niet overeenkomt met de afspraken, volgens ons in elk geval, met van de IPCO. Dus nogmaals, als wij deze discussie hier kunnen afsluiten en overgaan tot kijken naar waar die afspraken inderdaad worden nageleefd in de twee stukken, dan ben ik inderdaad positief gestemd over het bereiken van nog verdere afspraken in dit IPCO. Bedankt, meneer de voorzitter. Dank. Er zijn vele vingers. Ik zal opnoemen wie. Daarna wilde ik even de inschrijving sluiten voor een korte pauze. En dan gaan we daarna kijken hoe verder te gaan. Ik heb de vingers van mevrouw Van Bijsterveld, meneer Thijs, meneer Bosma, meneer Van Laren, meneer Van Kappen. Ik wilde beginnen met mevrouw Van Bijsterveld, dan meneer Thijs en dan de rest van de Nederlandse delegatie. Dank u wel. En meneer De Wever. Dank u wel, voorzitter. Ik ben echt werkelijk heel gelukkig met de inbreng die de heer Herdeen net naar voren bracht. En die ging over inderdaad geschillenregeling en wat zou je eigenlijk ter toetsing willen voorleggen? Als ik het goed begrijp, zegt de heer Herdee ook, als het een strikt juridisch geschil is, nou, dan is het prima dat daar gewoon een bindend juridisch oordeel over wordt gegeven. Prima, dat is ook iets dat hebben we in het IPCO ook als gemeenschappelijk iets uitgesproken. Als je nu, en dan interpreteer ik zijn verdere woorden ook, waar ik het van harte mee eens ben, als je tot de conclusie komt dat er naast die puur juridisch bindende geschillen soms ofwel bestuurlijke dimensies aan zijn, of gewoon bestuurlijke geschillen, waarom zou je die dan helemaal buiten enige regeling laten? Want als daar nou werkelijk soms de schoen wringt, waarom zou je dan een regeling ontwerpen over dingen waar je maar heel af en toe een geschil over hebt? Natuurlijk, als je zo'n bestuurlijke context hebt, dan kun je ook niet direct verwachten dat daar dan direct een juridisch bindend oordeel over zou komen. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland dat zou willen, dat de landen dat zou willen, dat de Koninkrijksregering dat zou willen. Maar het kan natuurlijk wel heel nuttig zijn om dat soort type geschillen wel aan een externe instantie voor te leggen. Gewoon omdat dan vreemde ogen naar kijken, dus andere partijen dan die erbij betrokken zijn. En onder het motto van vreemde ogen dwingen, kunnen daar ook gewoon perspectieven naar voren worden gebracht op een gezaghebbende manier, die, ik zal maar zeggen, buiten de druk van de onderhandelende bestuurlijke partijen zelf zijn. Dus ik ben heel blij als ik uw voorstel zo ook heb beluisterd. En ik denk dat je dan inderdaad tot een stapje verder kan komen, waarin je zegt, je hoeft helemaal niets in te boeten aan de uitgangspunten die je hebt gedaan over bindende voorstellen voor strikt juridische geschillen. Maar dat je zegt, in de werkelijkheid zijn er nu vaak ook geschillen waar echt bestuurlijke kanten aan zitten. En laten we die er niet uitgooien, maar laten we daar ook een toetsing voor bedenken. Uiteraard één die dan niet bindend kan zijn, maar die wel gezag heeft. Meneer Thijssen als eerste, met ook het verzoek zo langzaamaan op elkaar te reageren van moet het uitgebreid worden met een niet bindend deel voor wat betreft een wat meer beleidsmatige kant. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik zal niet in herhaling gaan, want het is heel duidelijk dat de Tweede Kamer dus dit serieus neemt, wat we nu bezig mee zijn. Want 5 jaar geleden hebben ze het amendement Thijssen-Wever en de motie Herdee-Heroskien aangenomen in de Tweede Kamer. En dat is een basis voor een geschillenregeling. We gaan verder. Het duurde wel 5 of 6 jaren, maar wij samen, de delegaties van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, samen hebben we ook onze mening gegeven over dus dat het lang duurt, dat wij teruggesteld zijn wat betreft de regeringen, dat ze het niet serieus nemen, want het duurt echt lang. Daarna kwam dus de motie van Laar, die ook in de Tweede Kamer is aangenomen. En daarom vind ik ook
wat betreft de positie die Van Laar neemt vandaag heel goed. Want hij zegt van we moeten naar elkaar bewegen. En ik denk dat dat dus nu moet gebeuren. Maar het is een kwestie van oké, naar elkaar bewegen. Maar wat is de ruimte die we nemen? Wat is de tijd die we voornemen? Want het kan niet zo zijn dat het weer lang gaat duren. Want mijn fractie, we zijn bezorgd over het feit hoe de regering, dus de minister Plasterk, zich tegenover opstelt. En dat is een probleem, maar dat is ook zijn recht. Maar hoe hij zich positioneert ten aanzien van dus de geschillenregeling maakt me zorgen, maar de debat moet komen. En Van Laar heeft gezegd, kijk, jullie hebben dus samen een voorstel gemaakt, maar jullie hebben ons niet gevraagd om mee te denken of wat onze mening daarover is. En dat is heel belangrijk, want als we een meerderheid willen hebben in de Tweede Kamer, dan denk ik dat van tevoren dat we met elkaar moeten praten, daarover discussiëren. Want dan voel je elkaar aan de richting die we moeten gaan. Dus ik denk dat wij samen nu een tijdslimiet moeten bepalen van oké, dit is de periode die nu komt. We gaan erover debatteren, ons voorstel bespreken. En daarna verder met het debat gaan in de Tweede Kamer. Want als we dat niet doen, vind ik dan, we hebben twee voorstellen en zomaar naar het debat gaan, dan denk ik niet dat het toch zal lukken. Want de debat gaat anders worden, want je hebt eentje van de regering, eentje van de drie landen. En zonder dat wij het besproken hebben met de Nederlandse delegatie of de Nederlandse collega's. Dus daarom vind ik nu dat we samen, dus die voorstel van de drie landen van het Caribisch gebied, gaan even bespreken. We kunnen dat toch doen. Je hoeft toch niet een conclusie te trekken meteen, maar toch. En dat heb ik, dus dat gevoel heb ik gekregen van de heer Van Laar. Misschien heb ik een verkeerd gevoel, maar dat is wat ik van vind. Goed, dank u wel. Dank meneer Thijssen. Voor de goede orde merk ik op dat we en passant twee discussies aan het voeren zijn. Eén is procedureel, de andere is wel degelijk al over de inhoud. Meneer Bosman. Ja, voorzitter, want ik heb ook goed geluisterd naar meneer Herdé. Doe ik altijd. Het zijn belangrijke woorden. Het gemak waarmee hij toch aangaf van ja, maar dat wat een landsaangelegenheid is, is duidelijk. En dat durf ik te betwijfelen. Want als we kijken naar juridische zaken, is dat een landsaangelegenheid in principe. Alleen als we het laatste arrest lezen van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, worden daar zowel Aruba als Curaçao aangesproken op het gedrag. Alleen dat eindigt hier in Den Haag. Met de opdracht van de staat der Nederlanden om in te grijpen. En dan kom ik op de discussie van de waarborgfunctie. Want dat is het cruciale. Als de waarborgfunctie niet gehanteerd kan worden vanwege de geschillenregeling, wat is dan de waarborgfunctie waard? En als ik de geschillenregeling wil passen in de waarborgfunctie, hoe werkt die geschillenregeling dan? Want dat is natuurlijk cruciaal. Het kan niet zo zijn dat de geschillenregeling de waarborgfunctie overroelt. Dat is de kern van de waarborging van goed bestuur. Dus er zit nog wel degelijk een addertje onder het gras. Dus ik persoonlijk kijk altijd heel graag naar het advies van de Raad van State. Er zijn mensen die daar serieus naar kijken. En we kunnen natuurlijk over alles spreken, maar dat is dan vrij vrijblijvend. En een inhoudelijke discussie op basis van de goede informatie, dan kijk ik altijd graag naar de Raad van State wat die ervan vinden, wat die ervan gezegd hebben. Want ook kijken naar de uitgangspunten. De VVD heeft bijvoorbeeld niet de motie gesteund van de heer Van Laar. Omdat wij vinden dat uitgangspunten zijn, waarbij je dus een keuze maakt voor het kabinet om richting te geven. Alleen het kabinet heeft zijn eigenstandige verantwoordelijkheid om te zeggen, nou, dat gaat hem wel worden of gaat hem niet worden. Iedere aangenomen motie betekent niet dat exact datgene wat in de motie gevraagd wordt, ook gedaan moet worden. Omdat de regering daarvan af kan wijken. Omdat het een richting is, omdat het een verzoek is. Hè, het is verzoekt de regering tot. En dat zijn de zaken. En zo werkt het in een parlementaire democratie. En uiteindelijk bepaalt het parlement of ze daarmee akkoord gaan, ja of nee. Dank, meneer De Wever.
Good morning. Thank you very much, Mr. Chairman. And I'm sure we can debate this issue for many more hours. But I understand that our decisions are not binding decisions here. But I think we can look at the success of the Aruba Healthcare Conference, where the IHR regulations were signed and then passed in our respective parliaments. And I think that speaks volumes in itself about the IPCO. And I believe we have to measure our success, we have to measure our failures, but we also have to measure our delays. And while we debate these two proposals, which might take some time, I think we should put a condition that no interference or no instructions be given to any of our countries until the process and the decision has been finally taken. Thank you, Mr. Chairman. Dank, meneer De Wever. Meneer Van Laar. Ja, voorzitter, de heer Herdé heeft denk ik een heel mooi overzicht gegeven van de geschilpunten die er zijn over de geschillenregeling. En er zijn drie uitgangspunten. Die hebben we geformuleerd. Daar houden we aan vast. Dat heeft de Tweede Kamer ook in die motie neergelegd in weerwil van wat de regering vindt. Twee van die uitgangspunten zijn zwart-wit keuzes. Bindend of niet bindend, Raad van State of nieuw orgaan, zoals het in het initiatiefvoorstel staat. En die andere is een grijstinten discussie. De rijkwijd en hoe definieer je dat precies. Op het ene punt is de Nederlandse delegatie de Caribische landen tegemoet gekomen. We hebben gezegd, oké, bindend, gaan we doen. Als u vooruitgang wilt boeken vandaag, is het heel simpel. Dan moeten de Caribische landen zeggen, wij kunnen leven met de Raad van State. Dan maakt u namelijk echt vooruitgang, want dan is één ander groot knelpunt uit de weg. En het enige wat we dan nog moeten doen in de aanloop naar het debat is kijken hoe definiëren we de rijkwijde en hoe gaat die geschillenprocedure er precies uitzien. Dan hebben we het voorstel van de regering, daar liggen het initiatiefvoorstel, daar moet iets in elkaar geschoven worden en daar komen we wel uit. Als u winst wilt maken, als u wilt zeggen het IPCO staat ergens voor, IPCO gaat ergens over, daar hakken we knopen door, dan is het deze keer aan u om die knoop door te hakken en die stap te zetten. Als u dat wilt, graag. Als u dat niet wilt, dan gaat het nog langer duren. Dat is volgens mij zoals het speelveld ligt. Dus ik zou zeggen, denk er even over na. We hebben nog een werkbezoek te gaan vanmiddag. Maar het zou een mooie stap zijn die we gewoon kunnen zetten. Ik denk dat de Nederlandse delegatie die in brede zin zou verwelkomen. Het zou mij in ieder geval erg helpen, want met een regering trotseren is één ding. Maar op alle punten bakstel moeten halen is iets anders. Dus als één punt alvast binnen zou zijn, dan zou dat heel mooi zijn. Het zou een mooie stap zijn. Dank, meneer Silvaran. Tot slot, meneer Van Kappen. En dan is de schorsje. Ja, eventjes reageren op mevrouw Bijzerveld en de heer Bosman. Eerst de heer Bosman. De procedures voor de waarborgfunctie zijn omschreven en duidelijk omschreven in het statuut. Dus de geschillenregeling kan niet in de plaats komen van de memorie van toelichting van het statuut. Maar als je het proces en de procedure niet volgt van de waarborgfunctie en je een interpretatieverschil krijgt, dan krijg je een juridisch geschil over de interpretatie van regres bijvoorbeeld. Dus ik scheid wel de dingen. Eventjes, mevrouw Bijzerveld, we hebben gekozen dat bij 12a het gaat om strikt juridische geschillen. Als je de bestuurlijke en de beleidsmatige aspecten erbij betrekt, dan heb je eigenlijk een Raad van State en een Raad van Advies. En dan wordt het heel moeilijk om bindende uitspraken te laten geschieden van juridische interpretaties van het statuut. Dus ik scheid ze wel. Want anders hebben we geen onafhankelijk orgaan over en hoeft het niet bindend advies te zijn. Dan hebben we de Raad van State en de Raad van Advies. Dat is een keuze die we moeten maken. Dus de keuze is, als er een strikt juridisch geschil is over de interpretatie van statutaire bepaling, inclusief de memorie van toelichting, dat er dan een onafhankelijk orgaan een bindende uitspraak zal moeten doen. Eenmaal als je beleidsmatige en bestuurlijke aspecten zet, eigenlijk laat je het orgaan treden, als je dat orgaan een bindend advies laat uitspreken, dan treedt dat orgaan op. Dan gaat hij zitten in de stoel van de politiek. En dat kan niet. De rechter bijvoorbeeld kan niet zitten op de stoel van de politiek. Dit is een heel ander aspect. Dus daarom strikt juridische interpretatie. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk hierop was. Okay. Meneer Van Kappen. Ja, dank voorzitter. Ik dank de heer Rosario voor de uitleg die hij mij gegeven heeft over de keus om het tot strikt juridische geschillen te beperken. Ik zeur een beetje door, want wat ik uiteindelijk wil, dat is dat we een regeling hebben waarbij we echte geschillen ook over bestuurlijke zaken, dat we daar ook een procedure voor hebben. Eigenlijk kom ik op voor u.
Als het om strikt juridische geschillen staat, ja, dat hebben we afgesproken en dan is het bindend. Dat is voor mij geen enkel probleem. En ik denk ook niet voor mijn fractie. Maar daaronder liggen allerlei andere geschillen. Die hebben te maken met bestuurlijke interpretatie, beleid enzovoorts. Daar moeten we toch ook een regeling voor zien te vinden. Waarom hanteren we dan niet de regeling zoals die is verwoord in het CFT? He, waarbij je zegt, als het om de strikt juridische interpretatie gaat, dan is het bindend. En gaat het om beleidsmatige aspecten, bestuurlijke aspecten, dan is het een zwaarwegend advies. Waar de Koninkrijksregering van af kan wijken, maar dan moeten ze wel met een verdomd goed verhaal komen. Want dan hebben we het spectrum afgedekt. Waar ik zo bang voor ben, is dat we straks, daar komen we echt wel uit. Ik ben het met meneer Herdé helemaal eens, en ook met de heer Van Laar. We zijn aan het afpellen. Als je gaat afpellen, dan blijkt het eigenlijk dat over die strikt juridische interpretatie in de geschillenregeling, daar komen we uit. Daar ben ik van overtuigd. Maar waar mevrouw Van Bijsterveld en ik een beetje mee zitten, dat is van, hebben we dan daarmee alle problemen opgelost? Nee, want je blijft altijd toch nog, er ligt vaak bestuurlijk beleid onder. Dat geeft ook op een gegeven moment gedoe. Nou, daar moet je toch ook een regeling voor hebben. Waarom hanteren we dan dus niet die regeling zoals die al verwoord is in het CFT? Ik herhaal het nog een keer. Juridisch bindend, als het gaat om beleid, bestuurlijke aspecten, dan is het een zwaarwegend advies. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het tweede wat ik wil zeggen, dat moet me toch echt van het hart. Want er zit me een beetje dwars, die opmerking van Sint Maarten, dat het IPCO allemaal niks voorstelt. Dat heb ik ook wel eens gedacht hoor, maar daar ben ik van teruggekomen. Als we nou kijken wat er over de geschillenregeling is bereikt door het IPCO. Oorspronkelijk was artikel 12a was alleen maar een bevoegdheid. Door de inbreng van de heer Iroskin en Hardé was het geloof ik, is dat veranderd in een bindend. Dat het moet. Een verplichting. Dat is toch uiteindelijk ook via uit het IPCO gekomen. De motie van de heer Thijssen. Waarin dat ook nog weer is bijgesteld. De motie van de heer Van Laar in de Tweede Kamer, die weliswaar niet door de VVD getekend is, maar daar heb je iemand die in de Tweede Kamer opkomt voor de belangen van de Caribische landen van het Koninkrijk. Het IPCO heeft waarde, maar zoals de heer Van Ganzenvoort heeft gezegd, en ik ga dat niet allemaal herhalen, wij kunnen hier niet bindende afspraken maken. Dat mandaat heb ik niet van mijn fractie. Zo werkt het niet. Maar dat betekent niet dat het IPCO waardeloos is. Als we in het IPCO inderdaad problemen afpellen, wat zowel de heer Herdé als de heer Van Laar, maar ook de heer Sovaran doet, dan komen we tot de kern van waar we het met elkaar over eens moeten worden. En dan kan je daar tot overeenstemming over komen. Dat betekent nog niet dat je de overeenstemming hebt in de Tweede of in de Eerste Kamer. Dat zullen wij ook nog een keer in onze fracties moeten verdedigen. En daarna krijg je de normale procedures in de Kamer. Dus het IPCO heeft wel degelijk waarde. Maar het is geen Koninkrijksparlement. Het is geen besluitvormend orgaan. Maar dat betekent niet dat het geen waarde heeft. Maar de waarde wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald of we in staat zijn om emoties op een gegeven moment opzij te zetten. Die begrijp ik allemaal wel. Maar daar koop je uiteindelijk niks voor. Maar gewoon het probleem te pakken en dat af te pellen. Dan komen we eruit. Dus ik ben het met de heer Ardé eens. We komen hier uit als we nuchter blijven en afpellen. Dat is een mooi voorlopig einde, namelijk voor de schorsing. We gaan een kwartier schorsen tot 10:50. In dat kwartier wil ik ook even overleg hebben. Geen presidium overleg of langdurige schorsing. Dat hebben we de vorige IPCO's gedaan. Maar even kijken of we ergens tot een tussenstap kunnen komen, waar we een tussenconclusie kunnen trekken over hoe verder gaan deze ochtend. 10:50 gaan we door. Anders kom je er niet uit.